Goedemiddag vanaf de wedren waar vanaf vanmorgen 10 uur al de eerste startbewijzen op deze maandag konden worden opgehaald. Als je het vergelijkt met vanmorgen, maar dat zullen we straks nog wel zien als we daar bij de tentjes even gaan kijken. Het is echt een stuk rustiger als gisteren. Er waren wat klachten gisteren. Mensen moesten echt heel lang in de rij staan, tot wel 2,5 uur heb ik gehoord. Stonden echt hier op de weg om de kaartjes, de startbewijzen te gaan ophalen. Nou, dat is nu niet aan de orde. Het is lekker rustig. Misschien mensen een beetje relaxed zo voor die start van de Vierdaagse. Dat zien we hier ook aan de tafels. Nog niet helemaal vol, maar dat gaat vanmiddag misschien nog wel komen. Nou, wat is hier allemaal nog veranderd sinds gisteren? De brug staat er inmiddels. Die is vannacht in de nachtelijke uren, denk ik na 1-2 uur, opgebouwd. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om naar de andere kant van de wedren te komen. Dat is ook natuurlijk op de Oranje Singel het geval. Daar staat ook zo'n brug allemaal vannacht opgebouwd. Zo zie je, nou ja, de hele regio is toch weer een beetje in de weer om het hier voor elkaar te krijgen. Natuurlijk gaan we op zoek naar de verhalen van de wandelaars die hier even lekker rustig zitten te genieten van de start die morgen voor de eerste wandelaars om 4 uur gaat plaatsvinden. Ja, het is altijd leuk als je hier mensen tegenkomt waarvan je denkt, waarom hebben ze allemaal zo'n shirt aan? Dus dan wil je dat ook gewoon even weten. But these guys, ik begin in Engels, want ze komen uit... Where are you from? The UK, Wales. From Wales. And why are you wearing this pink shirt? Because we're very special and we're unique and so we can't lose each other. He says that it's easy to recognize each other. Yeah. That's the only reason. And because we can't wear it on pink dates when we're marching, because we're with the cadets, so we're gonna wear it now. Okay. Oh, you're a cadet, so yes. You can't wear it on Wednesday because no. You know what Wednesday day is pink in the four-day matches. Pink Wednesday. There'll be a military uniform on Wednesday. You have to wear a military uniform. Military uniform on Wednesday, so we're wearing pink today. It's the first time? Third time. Yes. So first you have time for those. First time. And he told about the 4-day marches. Yeah. Yeah. Come on over and we're gonna walk 4 days. Yeah. Yeah. How much kilometers? 160. The 40 a day. Yes. Yeah. Okay. And you have trained a lot? Yeah. Yes. Yeah. Hope you're so. Ready. You're ready for it. Hope so. Yeah. 100% ready. Ja, er zijn hier zoveel standjes met natuurlijk allemaal sponsors en natuurlijk merchandising van de Vierdaagse en kleding, medicijnen die je nog kunt kopen voor de Vierdaagse. Ja, maar deze man, Dick Achtenberg, moet ik zeggen, is van de Koninklijk Wandelbond Nederland. Ja, en als jij zo eruit ziet, dan sta je wel ergens voor. Ja, ik sta eigenlijk als mascotte voor de Wandelbond. Dus eerst was dat KNBLO-NL en nu is het KWBN. Dus ik sta altijd op de verzorgingsposten onderweg bij de Vierdaagse. Heb je zelf ook een keer meegelopen? Nee. En er is nooit gevraagd, ga je niet een keer meelopen? Nee. Maar ik vind dit heel mooi. Ik loop zelf Apeldoorn en andere Vierdaagse. Ik vind dit gewoon mooi om te doen. Ja, maar dit is gewoon om de sfeer te proeven natuurlijk, die het wandelen met zich meebrengt. Ja, je ziet alles, je hoort alles. Ja, dit is heel mooi. Want sta je nu echt 5 dagen hier bij de stand of sta je ook nog onderweg om jullie vereniging of bond te promoten? Ik sta nu 2 dagen hier, dus gistermiddag en dan nu de hele dag. En dan ga ik morgen dus naar de verzorgingspost. We hebben een verzorgingspost onderweg van de KWBN en daar sta ik dan weer. Goedemiddag, ja, ik zit niet in een luchtballon, al zou je de achtergrond wel vermoeden dat het zo is. Maar ik sta in een stand van het kadaster en naast mij staat Sylvana. Sylvana, wat doet het kadaster bij de Vierdaagse? Nou, wij zijn routepartner van de Nijmeegse Vierdaagse. En wij leveren eigenlijk alle topografische kaarten aan de wandelaars en de hulpdiensten. En dat is de reden waarom wij hier met een stand op de wedren staan. Eigenlijk een hele belangrijke partner, want ja, jullie hebben alle wegen en oneffenheden die ervoor kunnen komen in kaart. Ja,
precies. Reden voor jullie om ook dat te promoten? Want iedereen denkt, ja, het kadaster heb ik een keer nodig gehad met mijn huis. En daarna geloof ik het wel. Maar dit is nodig om jullie ook even te laten zien aan de mensen. Ja, precies. Ja, wij registreren eigenlijk alle data op en onder de grond. En zoals je hier ook kan zien op deze platen, hier op de achtergrond. Dit is een foto van Nijmegen vanuit een helikopter geschoten. En eigenlijk laat het in één oogopslag zien welke data wij dan allemaal verzamelen. Hier op het terrein waar de startbewijzen kunnen worden opgehaald, is het al wat drukker geworden. Vanmorgen was het vrij rustig, maar het begint nu natuurlijk tegen 5 uur zo langzamerhand een keer te lopen. Dus ja, dan wil men toch nog de laatste bewijzen opgehaald hebben. En ik sta hier met een aantal mensen uit, ik begreep, Leiden en Den Haag. Even testen. Ja, zeker. Lekker! We komen uit Den Haag! Ja, 100% geslaagd. Nou het Leids. Nu het Leids. Nu gaan we over naar het Leids. Wat is er zo speciaal met die Vierdaagse dat jullie helemaal hier naartoe gekomen zijn om te gaan lopen? Onze oma die woonde langs de route in Mook. Dus vanaf letterlijk mijn geboorte heb ik langs de route gezeten. En zo is dat virus erin geslopen. Snoepjes uitdelen en zo. Ja, snoepjes, komkommers, dropjes, plaatjes verzamelen. Ja. En toen hebben we geroepen, we gaan hem ooit een keer lopen. En toen 2016 was het zover. En sindsdien, was de 100ste. Ja, was de 100ste gelijk. En via Vierdaagse hebben we toen ons ingeschreven. Via de Vierdaagse. En toen zij had het eerst gedaan, ja, nu kan hij achterblijven. Toen en toen hebben we samen gelijk de 100ste hebben gelopen. Samen. Ja, maar door studie of zo kom je dus in Leiden terecht waarschijnlijk? Of gaat verhuizen? Nee, of hoe gaat zoiets? Nou, laat dat verhaal even zitten. Laat dat dan even zitten. Maar uiteindelijk heeft het virus jullie te pakken. Ja, zeker. Dat zijn we gaat een beetje opgegroeid. Ja. We gaan dat doen. En precies. Dan is het weer wachten dat de stichting jullie het mailtje stuurt van wil je weer inschrijven? Ja. Zij is altijd als eerst. Ja. Ik heb nog wel even tijd. Ja. Ik heb nog even nadenken of ik het nou echt wel wil. Ja. Er is wel altijd even discussie over gaan we wel lopen, begrijp ik. Of, is er een discussie? Moet er even gebeld of geappt worden van wat gaan we doen? Ja, weet niet, met elkaar. Van, gaan we lopen? Nee, daar hoeven we niet meer over te praten, nee. Toch? Nee, dat is gewoon een standaard iets geworden. Nou ja, je moet maar vrij kunnen nemen. Of, hebben de rest van de collega's gewoon pech? Chic, hè? Dat kan ook. Als je niet mag voor je baas. Chic. Ja, we staan in de rij voor de 50 kilometer bandjes op te halen. De rij wordt langer. Dat was vanmorgen wat minder. Want ik sta naast... Vivianne. Waar komen jullie vandaan? Ik kom van origine uit Nijmegen, maar woon nu in Almere. Oh, dus je hebt een beetje het virus meegenomen naar Almere? Ja, dat klopt. Zeker. Maar waarom de 50? Omdat we al 2 keer de 40 hebben gedaan en we zochten een nieuwe uitdaging. Want ja, dat is dus de uitdaging voor jullie. Want jullie mogen gewoon 40 lopen, maar willen ze een keer 50. Ja, zeker. En toen heb je hun allemaal hier meegenomen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, en hij moet de 50. Hij moet de 50 en hij wil niet alleen lopen. Nee, dus dan... Hij weet dat er meer 50 lopen, hè? Dus... Ja, dat is waar. Maar toch hebben we onszelf opgeofferd. Maar hij heeft de ondersteuning van jullie nodig. Ja, vorig jaar had hij niet gehaald, dus... dat is een lekkere sneer. Vorig jaar heb je het niet gehaald. Hé, maar 50, dat is een andere aanpak als 40. Qua training heb ik nog niet echt heel anders aangepakt. Nee. Wel getraind. Alles op karakter. Op karakter? Maar als je 40 hebt gelopen, dat is vorig jaar niet de eerste keer geweest dan? Nee, de tweede keer was vorig jaar. Dan weet je wel een beetje waar je op moet letten. Het wordt ook gewoon een klein traantje en daarna gaat alles weer goed komen. Weten hun dat allemaal, dat traantje gaat komen? Oké. We zijn even gewoon lekker ook op de banken gaan zitten, want ja, iedereen zit zo'n beetje, een beetje af te wachten van wat er gaat gebeuren. Ik zit hier naast Hanna. Hanna met de hele familie. Hanna, want vertel eens even, hoe zit het in elkaar? Jij loopt zelf de 40, maar moeder, oom, tante, hoe gaat het allemaal? Dit is mijn moeder. Dit is mijn moeder. Ja. Dat is mijn halfzus. Halfzus. Dit is haar moeder. Ja. Nou, dit is de man van mijn zus. Ja, dus... En daarachter zitten nog 2 kinderen van mijn zus. Dus, ja, die gaan voor de eerste keer lopen. Ik heb voor de eerste keer de 30 lopen. Mijn moeders en mijn zus die hebben al meerdere keren 40 samen gedaan. En voor mij wordt het nu de eerste keer. Ja. Ja, als Nijmegenaar is dat dan toch ooit moet het. Ja, en ben je echt zo overgehaald door de rest? Nee, ik zelf. Ik vind zelf wel als Nijmegenaar, ik ben wel sportief, vind het leuk. Wil ik het toch ooit wel minstens 1 keer doen. En ik ben wel een beetje bang dat ik verslaafd raak. Want ik wil wel een beetje, als ik ooit deze evenement heb gedaan, wil ik het wel graag
nog een keer doen. Ja, tot vorig jaar, een paar jaar geleden, dacht ik, ja, de feesten hebben de overhand. En nu was het ja, dat was ook natuurlijk een moment. Ga ik feesten of niet? Ja. Maar ja, je kunt altijd op zaterdag, zondag feesten. Dat heb ik gisteren al wel gedaan hoor. Maar dan komt er een moment dat je zegt, oké, ik ga lopen, ik ga ervoor. Dan moet je dus ook gaan trainen. Ja. Of zegt de rest dan van, nou... We hebben het gezamenlijk gedaan. Dus een deel gezamenlijk, hè? Ook al lopen zij de 30 met z'n zevenen. Daar hebben wij deels samen gelopen. En mijn moeder en ik hebben wel een paar keer ook losgelopen. Gewoon opnieuw lopen we samen hetzelfde tempo. Een keertje de 40 gedaan tijdens de loopwandeling om dat toch een keer te voelen. Maar er zit genoeg ervaring in de familie om te delen. Ja, ja zeker. Ja, dat scheelt wel heel veel hoor. Dus, wat is nou handig? Wat wil je nou? Wat voor schoenen, sokken, et cetera? Dat kan allemaal genoeg geluk in de familie. Dat wordt allemaal gedeeld.